Yo. Wat hangt er rond je nek? Het is de Pet Trainer 9000. Zoals ik al zie, het is een hond. Mensen die dit hebben gemaakt, mogen echt doodvallen. Want dit wordt dus gebruikt om honden te trainen of zo. En dan geef je elektrische schokken naar je hond. En dan heeft die hond fucking veel pijn. En dan moet hij leren uit. Echt geen shout-out aan de mensen die dit hebben gemaakt. Veel gestelde vraag was: wat vindt jouw mama er eigenlijk van waar allemaal is gebeurd? De hele schoolsituatie. Wauw, het was heel boos. Dan heb ik dit gekregen: de Pet Trainer 9000. Als ze boos is of gefrustreerd, dan reageert ze het af op mij door elektrische schokken aan mijn nek te geven. En ik dacht van, het is wel leuk om een video mee op te nemen. Dus dat gaan we nu doen. Ik ga een Try Not To Laugh challenge doen met dit ding. Ik staat nu op 40 volt en elke keer als ik lach, ga ik dus een elektrische schok geven aan mezelf. Maar, omdat dat moeilijk is, dat je jezelf echt geen pijn kan doen, ga ik een assistent nodig hebben, want mijzelf pijnigen is onmogelijk. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn mama vragen of zij elke keer als ik lach, gewoon die stroomschok wil indrukken, dat ik dus gewoon een schok krijg. Ja. Hey, kom een keer naar boven! Alsjeblieft! Ik moet even wachten op mijn assistenten. Hallo. Je moet mij elektrische schok geven. Ik ga gewoon video's kijken. Het enige wat je moet doen, elke keer als ik lach, deze knop druk. Probeer het eens. Probeer het één keer, oké? Okay? Hou hem mooi in beeld, dat zij zien dat het lichtje brandt. Dat gaat branden, dus dan moet je... Ik heb medelijden met de honden. Dus ik kan zien, hij lacht helemaal en zo, maar dat is echt niet grappig. We gaan een Try Not To Laugh challenge opnemen. Elke keer als ik lach, ram je iemand die knop, ja? Wil je het zelf eens testen voor de... Nee. Als ik filmpjes kijken, als ik lach, dan ben ik volledig de lul. Dus, eerste video. Ik ben echt niet goed in mijn lachen houden. Als jij vindt dat ik aan het lachen ben, dan druk je. Like. Want het is niet super chill, maar oké. Okay. Eerste video. Sheep Seduced Throw Low Jank. Let's go. Oké, ik vind de geitenhumor niet zo grappig. Ik heb het overleefd. Jij lacht. Mag ik jou een schok geven? Ik heb niet gelacht. Volgende video. I'm gonna kill this. And I'm live here at the San Diego Yacht and Boat Show. Good morning, everybody. I'm hanging out with my friend John. Fox 5 Morning News starts. Look over there. And it starts right now. Stop. Kijk, ik wil even de schade laten zien aan de mensen. What the fuck? Breng het niet op honden. We gaan verder doen. Part 2. Heftige Try Not To Laugh challenge. Deze band is voor honden. Maar ik ben ook een hond. En mensen zijn ook honden. Dus volgende video. Zijn we er klaar voor? Zeker niet. Ach, niet. Wat doe je? Now, News 12 Sports with Pat Murphy. A great news regarding Bills tight end Kevin Everett. He moved his arms and legs today. And doctors now believe... That's the wrong video, by the way. That is not the right video. Het was die eerste juiste filmpje. Oké. Die voelde ik echt zo. Ja. Oké. Okay. Next clip. We're going to the next video. Waar vind ik deze video zelf? Ik snap het zelf niet. Oké, okay, let's go. They came bounding over. And I just made it into the front door in time. Oké, die... Nee, wow. Dat was niet echt. Dat was geen lach. Ik heb niet gelachen. Dat was geen begin. Zijn vrouw daar ook staat. Ze haat haar leven echt. Ze weet niet wat er gebeurt. Live tv. En ze denkt echt nog aan mijn man. Nee. Mag niet lachen. Ik wou iets grappigs zeggen, maar ik ging lachen met mijn eigen grap. Oké. Now we'll have the weather forecast in a minute. And of course it'll be 100% accurate and provide all the detail you could possibly want. I've just seen Thomas Schaffenacker preparing for it. So I'm not in touch. Every now and then there's always one mistake. Die voelde ik in mijn hand aan. Oké. Wat gebeurt er? Hé, hij stak gewoon zijn middelvinger uit. Wow, dat kan toch niet? Hij wist nog niet dat de camera aan stond. Niet doen dat. Dat telde niet. Stop. Oké. Ik lach niet meer. Oké. Volgende video. Ik ben er klaar voor. Ik denk dat we straks 911 moeten bellen. Ik denk dat ik elektrische schok ga hebben in mijn teen of zo en in mijn piemel en zo. Ben je er klaar voor? Ja. Volgende. Ja. Heb je een beetje hoger gezet? Wat hoger gezet. Ah ja? Hoeveel heb je? Is dat nou derde filmpje? Op hoeveel staat hij nu? Op 50. Op 50. Dude. Dus nu is hij harder. Hoe kan je nu zo? Oké. Je bent echt slecht. Echt slecht hoor. En... Oké, maar zet in beeld. Toon aan de mensen dat je drukt dan. Volgende video. Klaar. Ah ja, sorry. Klaar? Ja. Oké. Leef nog. Heb je dat gezien?
Oké, volgende video. Dit zijn mensen die Tourette hebben. Dus deze mensen kunnen niet echt houden als ze schelden en zo. Hey, mijn naam is Nathan. Fuck shit, fuck! En dan doen ze dingen aan. Fuck shit! Dan weten die wat ze doen, maar fuck! Zo dingen, oké? Does it taste alright? It's pretty good. Who's a fighter with a It's our dad! What's your money? Oh shit! Stop! And there's nothing to eat for breakfast. Some cereal right here! Oké, we gaan verder kijken, want er is achteraf. Oh shit. Oké. Oh, die 50 is veel harder. Ah, fuck. Ah, shit. Oké, ik ga proberen niet te lachen. Oh, die scheldwoorden komen zo uit het nergens. Oké. Dan, there's nothing to eat for breakfast. Some cereal right here. Ik ga niet lachen. Oh, that's total. I don't really like that. Don't talk shit about total. Dad, I heard he killed himself. United States Air Force going for 10. I killed myself too, but my last name was Calm. Oh, fuck! Oh! Hoe lang heb je gedrukt? Oh shit. Oké. Kan tegen water. Wat is fucking waterproof? I'm saying! Oh! Oh shit! Oh! Ah! Ik lach niet meer. Shit! Bitch! Bitch! Oké, het is goed. Geen Tourette meer. Oké. Bro, ik lach niet meer, ja? Oké, stop even. Probeer dit te kijken. Ik ga deze video in de beschrijving zetten. Probeer dit te kijken zonder te lachen. Echt waar, dus onmogelijk. Ik heb elke techniek geprobeerd om niet te lachen. Kijk. Probeer. Zit in de stoel. Kijk mijn nek. What the fuck? Kan je hem aandoen? Ja. Om even te bewijzen dat ik geen pussy ben. Klaar? Ja. Zeker? Ja. Hier is de microfoon. Papa, zeg het! Oh! Oh, shit! Oh, fuck! Zeg het! Oh, shit! Ik durf niet drukken. Allee, dude. Allee, ik kan jou geen pijn doen. Dat gaat niet. Ik wacht op het onverwachte moment. Ik zei toch dat veel pijn deed. Fuck! Video liken alsjeblieft. Ja, het doet echt pijn. Kijk, om even iets te tonen aan jullie. Dit is eigenlijk niet gezond. Oké, maar dus. Bedankt op de reden van deze video. Wil je nu part 2? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En als je nog eens een video wil met mijn mama, dan ook zeker een duimpje omhoog. Deze video heb ik dus even bewezen dat deze shit echt niet goed is voor honden. Maar ik ga hier wel nog veel gebruik van maken in de video's. Wat ik vind wel leuk. Dames en heren, bedankt om te kijken, denk ik. En tot de volgende keer. Love you! Peace! Hello. Terwijl ik deze video heb opgenomen, fucking lang geleid. Ik moet de video helemaal opnieuw opnemen. Dus voordat de video begint, even een korte disclaimer.